gewoon even wat. Ja, kan alle kanten. Heel relaxed. Ik ben een tienkamper van een goed niveau. Ik ben niet die specialist die de 100 meter in recordtijd afloopt, maar ik loop hem in een hele goede tijd. En ik ben ook niet die kogelstoter die een wereldrecord vestigt, maar ik kom heel goed in de buurt van. Ik kan op elk niveau hoog meedoen. Schakel, gooi eens even een flitslicht uit, weet je. Elke fotograaf heeft zijn eigen stijl en manier van benaderen van een onderwerp. En ja, als we samen op pad zijn, dan Johnny weet wel wat hij wil. Ik zeg altijd, ik spring eromheen. Betty noemt het zelf op zijn Fries altijd, ik spring er wat omheen. Ik heb daar heel veel van geleerd. John heeft me echt leren kijken naar dingen. En ja, dat kunnen we samen heel goed. Ja. Ja, daar zijn we een heel goed team in. Ja, we maken weinig ruzie. We zijn het meestal eens. John is qua fotografie is John de baas. Hij doet gewoon wat hij vindt. Op fotografiegebied, hè? Ja, ja. Voor de rest kunnen we overleggen. Hou ik me strikt aan de regels. Ja. Mijn vrouw heb ik ontmoet op de skipiste. Zij werd verkozen tot Miss Meijerhoven en ik heb Miss Meijerhoven versierd. Tot als getracht, ik kreeg geen poot in de grond, maar dat is later goed gekomen. We zijn in hetzelfde jaar dat we elkaar hebben leren kennen, zijn we getrouwd ook. En dat is nu 45 jaar. Het zal wel zo blijven. Ik ben begonnen met candid-achtige fotografie. À la Eddie van der Elske. Ik ben toen fotografie in opdracht voor reclamebureaus gaan maken. Dat is industrieel, architectuur, landschappen enzovoort enzovoort. Veel in de energiewereld, in de olie- en gaswereld. En ik heb mijn hele leven kunst gefotografeerd. 3 jaar nadat ik gestart ben ik gevraagd voor het Groningen Museum om te fotograferen. Ik heb voor het Fries Museum, het Drents Museum, weet ik welke musea meer. Ik heb het voor Stichting Kunst in Openbare Ruimte altijd gefotografeerd. Dus ik heb heel veel kunst gefotografeerd. Als ik me had willen specialiseren, had ik nooit in het noorden kunnen blijven wonen. Als ik een week lang op zo'n booreiland ben, dan vind ik dat fascinerend. Maar dan heb ik het er ook goed gezien en dan vind ik het prachtig om een gouden ring hier in de studio perfect uit te lichten. Als ik dat 3 dagen gedaan heb, dan denk ik in godsnaam wat anders. Ik ben ook niet in staat om één specialisme helemaal uit te diepen. Daarvoor ben ik dan toch net te wispelturig. In het kader van mijn tentoonstelling heb ik veel structuren gefotografeerd, houtstructuren, watstructuren. Ik had op een vakantie in Portugal die prachtige kleuren en sleetsheid van die deuren daar ontdekt. Nou, toen dacht ik, daar wil ik eens wat mee doen. Toen ben ik die portdeuren gaan fotograferen. Ik heb mijn autonome fotografie alleen maar kunnen doen bij gratie van het inkomen wat ik me verwierf met mijn toegepaste fotografie. Daar heb ik me nooit voor geschaamd, dat heb ik altijd gedaan. Het heeft me ook altijd de rust gegeven om in mijn toegepaste werk puur toegepast te werken en in mijn autonome werk puur wat ik wilde. In de toegepaste fotografie moet een foto optimaal mooi zijn.
Let wel, optimaal mooi. Niet maximaal mooi. Want die foto is bestemd voor een personeelwervingsfolder, een productfolder of een enzovoort. Als het kan, probeer er een mooie foto van te maken, want ik ben een esthetisch fotograaf. Ik maak afgewogen composities, ik werk met mooi licht. Maar hij moet eerst zijn boodschap volbrengen waarvoor ik ingehuurd ben. Een van mijn kwaliteiten is, behalve dat ik kan fotograferen, dat ik kan kijken en dat ik ook nog een keer fotografisch kan vertalen, is dat ik ontzettend goed mee kan denken in een concept waarvoor ik werk. Ik heb heel vaak gehad dat ik een totaal andere foto maakte dan in het concept beschreven was. En dan zeiden ze, dat is precies de foto die we bedoelen. Maar als ik de foto gemaakt had zoals zij hem omschreven hadden, weet ik zeker, ja, hier kunnen we helemaal niks mee. John, ik kan heel goed met de mensen op de werkvloer ook, waar je dus uiteindelijk de foto's mee moet maken, ja. Kan hij heel goed opschieten ook. Maar ook met de directeur van het bedrijf. En met al die verschillende soorten mensen moet je overweg kunnen. Ja. En als ik met die vent in de fabriek niet door één deur kom, dan kan ik het schudden, dan kan ik nog zulke leuke plannetjes hebben, maar ik kom morgen zo de midden van terecht. Al heel vroeg was ik geïnteresseerd in beeldende kunst. Dat kwam niet van huis uit, we hadden thuis geen kunst of iets dergelijks, maar ik was zelf geïnteresseerd in kunst en op mijn 15e, 16e begon ik te fotograferen als puur amateur. Samen met een vriendje kochten we elk een camera. En na 3 jaar had hij het eerste filmpje vol en toen had ik mijn 3e camera al, denk ik. Maar dit is super natuurlijk, hè, met moeilijke dingen. Ik zal hem veel langer belichten. Zet hem maar naar een seconde. Ik ben nooit de man geweest van het hele immense hoeveelheid in opname. Als ik met modellen werkte voor mijn modefotografie en ik was klaar, dan zeiden ze, god, we dachten dat dit de pre-shoot was en dat het nu pas ging beginnen. Ik zei, nee, ik heb 12 opnamen gemaakt en mijn licht is goed en de sfeer is goed en de houding is goed. Dus klaar, waarom zo in godsnaam? Ik heb eerst gekeken, dat wil ik maken, zo ga ik het doen en dan, technisch gezien, ben ik met 12 dia-opnamen ben ik uit de brand. Hou het maar eenvoudig, niet al te veel flauwekul. Overzicht van mijn totale werk, dat had ik nooit in mijn achterhoofd gehad. We praten over een selectie uit ruim 400.000 opnamen. Dan ga je beseffen hoe ongelooflijk fragmentarisch zo'n tentoonstelling moet gaan worden. 60e jaren, het begin van je carrière, de 70e jaren, 80e jaren, 90e jaren en na 2000. En dat geeft een goed beeld van de loopbaan van John Stoel. Dan geeft het een goed beeld van. En of die loopbaan boeiend genoeg is voor een breder publiek, dat zou wachten. Maar meer heb ik niet te bieden. We'll be right back.